begint Jan, nieuwe aflevering van Vaarplezier, de serie, met een wat minder leuk onderwerp, maar we gaan een drenkeling redden. Dat is natuurlijk wel heel nuttig om te doen, want ja, uiteindelijk is dat de overlijdensoorzaak nummer 1 op het water, dat mensen te water raken en dat niet overleven. We gaan zo meteen de procedure gewoon doen, dus we gaan varen. Zijn er dingen waarvan jij zegt, daar moet je gewoon altijd op letten? Oefen het een keertje. Verschillende boten, verschillende technieken. Met dit soort snelle boten hebben we een vaste routine. Gaat er iemand overboord, minder vaart, draai de boot rustig om en vaar vooral langzaam terug, dat je geen grote golven maakt. Ga boven winst van je slachtoffer liggen. De meeste boten gaan dwars op de wind liggen, dus laat die windje er maar naartoe zetten. Want zo'n buitenboordmotor moet je dan eigenlijk zien als een gehaktmolen. Ja. Ja, je hebt ook nog wel eens, bij zeilboten weet ik dat ze vaak oefenen dat je van beneden winst komt. Ja. Uiteindelijk maakt het natuurlijk allemaal niet uit als je maar zorgt dat je stil komt te liggen naast die drenkeling. Ja. En superbelangrijk, heb je een motor aan, dat die niet meer in het werk is. In elk geval de schroef niet aanstaat. Exact. Nou is dit een relatief lage boot. Dat wil zeggen, nou die zijkant is nog niet eens zo heel laag, maar we hebben dan nog een klep die naar beneden zou kunnen. Ja. Maar veel boten zijn natuurlijk wat hoger. Wat doe je dan? Nou, een paar vuistregels. Zoek altijd het laagste punt. Bijvoorbeeld een zwemplatform. Oké, ja. Denk bijvoorbeeld aan lijnen die je kunt spannen, zodat je goed vast kan houden. Maar het is wel iets om van tevoren over na te denken. Ja. Op een zeilboot heb ik ook wel eens gehoord, maak een val los. Zodat je daarmee iemand nog een beetje zou kunnen ondersteunen en wat extra trekkracht hebt. En je hebt zelf ook iets om je vast te houden. Ja. Dat zijn dingen om van tevoren een keer te kijken, wat is voor jouw boot geschikt? Wat heb ik aan boord? Wat kan ik gebruiken als er iemand van 80 of 90... kilo overboord gaat en dan dat hij dan gered moet worden. Ja. Zullen we dan maar gewoon gaan varen en dan hebben we natuurlijk een klein dummietje. Dat gaat niet met een echt persoon. Man overboord! Ik draai tegen de wind in. Gashendel zit aan stuurboord. Ik wil dat je mijn bakboord oppikt. Oké. Ik ga boven winds liggen. Ik laat de wind ons er naartoe zetten. Oké. Verschillende boten, verschillende technieken. Deze ligt dwars op de wind. We halen de golven eruit zodat we er zo heel mooi naartoe drijven. Vaar vooral niet te hard, dan trek je grote golven. Ja, ik zie hem, je kan stoppen met wijzen. Oké. Daar kan de schroef uit bedrijf, ik zet zo meteen de motor ook uit. Dus ik ga boven winds liggen, dwars van het slachtoffer. 1 meter, stilleggen. Ja. Ik lig stil, motor is uit en ik kom je helpen. Ik heb zijn hoofd, jij zijn benen. Ja. 1, 2, op! En leg maar neer. Man aan boord. Nou hebben we er net de man die overboord gevallen was, of de vrouw, die hebben we horizontaal aan boord gehaald. Waarom is dat belangrijk? Nou, wij staan nu recht overeind, dan moet je hard werken. En als je ligt, is dat hoogteverschil veel kleiner tussen je tenen en je hart. En dat is veel prettiger voor dat slachtoffer. Okay. Met EHBO gaan we daar verder op in, maar horizontaal het water uit is een hele belangrijke stap om iemand te redden. Top. Nou, dan gaan we de rest behandelen in de aflevering over EHBO. Dan zijn we voor nu, voor deze procedure, weten we even hoe we dit wel overwogen, geoefend, veilig kunnen doen. Perfect. Top. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Vaarplezier de serie. Voor meer Vaarplezier de serie, ga naar vaarplezier.nl of watersport-tv.nl.